Ze zijn hier achter een boom aan het omzagen. Nou, moeten we het maar even mee doen. Dat is natuurlijk klaar, voor zover als. Maar aan de voorkant moet ik nog beginnen. Ik heb er een beetje over na zitten denken hoe ik wil starten. Want er komt natuurlijk een plat dak van de uitbouw. Maar tussen de balk die voor het huis zit en het huis zelf komt ook een dakje. En dat dakje ga ik eerst dichtmaken. Zodat ik dat kan gebruiken als stijger om dan vervolgens eerst dat bovenste puntje af te werken. Dus te isoleren en opnieuw te bekleden. Dus daar ga ik mee beginnen vandaag met het maken van een dakje tussen het huis en de balk. Ik heb even een nieuwe werkplek ingericht, zodat ik hier lekker kan staan. Alles een beetje aan de kant. De schoonbank die hier achter mij stond is weg. En nu kan ik hier lekker zagen en lange balken neerleggen die ik aan de voorkant dan weer kan monteren. Dus dat is ook altijd fijn, hè? Als je een lekker plekje hebt waar je fijn de ruimte hebt om je gereedschap neer te zetten.
het eerste deel van het dakje is gewoon dicht. Als ik hier sta en het zou gaan regenen, dan sta ik droog. Hieronder zie je de isolatie en de balkjes. En aan de bovenkant zit een alignmentplaat. Dus die ligt er nu even op. En kan ik dus daar een soort van een stijgertje, is dat dan. En dan kan ik de bovenkant gaan afwerken. Dat is het plan tenminste. En het is vandaag zondag, dus ik mag geen herrie maken. En ik ben dus bezig met het schilderen van het kozijntje. Want dat kan natuurlijk wel, maakt geen herrie. En ik zit daar lekker. Het is toch fijn weer. Geen volle zon, is goed voor de verf. Kan ik fijn drogen. En ik vind het ook fijn dat ik niet vol in de zon zit hiervoor. Dus ben ik lekker daarboven aan het schilderen. Laat ik alles even hier staan, kan ik morgen nog een keer schilderen.